Deel 2. Dus in de tussentijd wilde wat veranderen. Namelijk, ik ben achtergekomen dat het meesterplan is. Dat allerlei dingen bij elkaar horen. En er is heel veel bijgekomen. En ik heb heel veel technische problemen gehad. Want ik ben na 27 jaar nog steeds te eigenwijs om eens te kijken hoe ik iets moet doen voordat ik het doe. Dat wil zeggen dat we nu twee nieuwe stapels hebben. Namelijk stapel die niet het meesterplan is en de stapel die wel het meesterplan is. We doen eerst de stapel die geen meesterplan is. Ja. Nou, deze oud handschrift. Gecorrigeerd op het postkantoor nog. Moet een oma of een oud tante zijn. Ik denk ook niet. Het is tante Mientje. Ja, tante Mientje. Lieve Wik, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Jammer dat we dit niet kunnen vieren, maar dat komt nog wel. Het gaat goed met papa, veel liefs. En een kusje van tante Mientje. Ja, mooi. Tegelijkertijd telefoon opladen en filmen is ingewikkeld. Maar het kan vast, want ook daarvoor zijn we eigenwijs genoeg. Nou, deze. Geen ouderwets handschrift, dus het zal zomaar van ons mam kunnen zijn. Of iets dergelijks. Lieve in het zuiden. Hartelijk gefeliciteerd van. Oh, Nel en Kees Kemps. Die gaat dit niet zien. Maar het is wel fijn. Ondanks alles wat erin. Oké. Oh, zeker nog. Het is van vier mensen. Wat fijn. Kennissen van de familie. Ja. Nou, we hebben hier nog een cadeautje van Marjolein. Die het mooi heeft ingepakt. En het is leesvoer, zegt ze. Maar is het een stripboek? Of een normaal boek? Marjolein weet hoe ze dit soort dingen moet doen. Ik duidelijk niet. Dat is ook nog een memo zit van de dubbelknoping. Oh, fuck, speling. Wat is het? Ah! Het is een Zone 5300. Een brul. Nog een brul. En een schriplossing. Dat is compleet anders dan wat ik gedacht had. En daar gaan we heerlijk veel plezier mee hebben. Nou dan, wat het grote meesterplan betreft. Trouwens, we gaan deze eerst even openen, want hier zit nog wel extra's bij zo meteen. Maar ik heb daarnet een beetje zitten schieten. Het staat namelijk hier keurig dat dit de heup is. En ik gok dat dit de torso is en dat dit dus een mechanische lul is. Ik vroeg wel af wat het was. Ik heb ook het arm al bij elkaar gedaan, want ik heb er zelf instructies bij. Dus nu gaan we naar de rest kijken. Nou, ik denk dat deze van zich is, want hij heeft idioot veel stickers. En kleurtjes. Dus we gaan eerst de envelop openen. Hop. Oh, dus ik wil, ja, dit is sowieso van zich, daar hoef ik hem nog niet eens voor te lezen. Nog meer stickers. Blub, hoi, blub, ik ben geen paard, ik ben mix verjaardagstaart, ja, ja, ik ben niet lief, wij zijn lief. Blub, ik ben geen vis. Ja. Allereerst, een ontzettend hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag.
ouder worden is misschien niet altijd leuk, maar het leven is toch wel vaker. Mag wel vaker met plezier gevierd worden. Zeker nu de omstandigheden onwenselijk zijn, wil ik graag stilstaan bij iedereen die ik om me heen heb. Ik vind het jammer dat ik je nu niet kan zien om in persoon te praten, maar ik ben er altijd als je me nodig hebt. Laat me weten hoe je ziet. Hartstikke fijn. Hopelijk binnenkort. Deze komt ook om het eigen split binnen die ik net alweer bijna kwijt ben. En ik denk dat dit is de bovenkant van de torso.